Het gaat goed met de Heerenveen. Na 7 wedstrijden heeft de ploeg 14 punten. En bij winst op Willem II aankomende zaterdag mag de club zichzelf voor één dag koploper noemen. Ja, als je wint maak je een mooie stap en dan blijf je bij. En dan, dat zal wel heel grappig zijn. Dat is ook heel belangrijk voor ons om na zo'n wedstrijd als afgelopen weekend tegen PSV, om dat door te trekken, door te gaan. Maar dat moet Heerenveen zonder Stefano Marzo doen. De verdediger kreeg tegen PSV rood en moet één duel missen. Zijn logische vervanger lijkt Doku Schmid. Ik weet het nog niet, maar die kans is er natuurlijk wel, hè, omdat ik zondag ook ben ingevallen. Dat zullen we gaan zien komend weekend. Ja, dat lijkt wel logisch. Ja. Ja, hij is ook goed ingevallen, hè? Goed gedaan. Dus prima. Het is ook wel wat een selectie nodig heeft. Dat de jongens vanaf de bank, dat die er elk moment in kunnen komen en die het teamniveau niet omlaag halen. En dat deed Schmid tegen PSV zeker niet. De bek viel op, mede door zijn felle en gretige spel. Ja, de wedstrijd was er ook voor, denk ik. We speelden met 10 man en iedereen die moest meer dan 100% geven. En dat heeft iedereen gedaan, ik ook. En we hebben met z'n allen, als team hebben we echt heel goed gedaan. Ik heb heel veel gemerkt bij mensen die zeggen van, ik heb gewoon 90 minuten werd ik meegesleept, hè, in het verhaal van strijd leveren, rode kaart met 10 man en dan uiteindelijk 10-10 en dan toch nog winnen. Dat was een tijd geleden dat ze zo op de banken hebben gestaan. En dat vind ik altijd, ik zeg altijd van, we moeten proberen om het publiek te vermaken. En als het dan lukt en je hoort zoiets, ja, dat vind ik een van de mooiste dingen. In het verleden wist Heerenveen lang niet altijd een goed vervolg te geven aan een overwinning tegen een topclub. Heerenveen is dus gewaarschuwd. Ja, dan moeten we daar een keer verandering in brengen. Hè? Dat we na zo'n goede topwedstrijd dat we dan constant kunnen blijven en nog een keer een goede wedstrijd spelen. We moeten gewoon normaal op de weg door blijven gaan waar we mee bezig zijn. Intrainen, inbenaderen, in het toeleven naar zo'n wedstrijd. Maar we krijgen tegenstand. We moeten de beuk erin gooien. Ik verwacht zeker geen makkelijke wedstrijd wat iedereen misschien denkt omdat ze promoveerd zijn. Maar ik denk dat iedereen al wel kunnen zien. Wat Willem II kan en ze hebben nog op het laatste moment aardig wat spelers erbij gehaald van goed niveau. Dus dat wordt denk ik een lastige wedstrijd. Volgens mij is het een hele aardige ploeg. Ze hebben veel dreiging op de vleugels, ze hebben een aardige spits. Ze hebben veel voetballend vermogen op het middenveld met Wuitens en met Haamhouts. Braber is een jongen die meer diepte heeft. Het is een ploeg die heel aardig begonnen is, die heel aardig voetbal spelen, niet bang zijn om te spelen. Dus daar krijgen we de handen vol aan. Ik ken de kwaliteiten van Willem II. Ze spelen thuis en in de Eredivisie is dat stadion volgens mij altijd vol. En Armenteros die hier natuurlijk ook heeft gespeeld en Terrel Ondaan, goede buitenspeler. En ik denk dat ze wel een goed team hebben staan. De laatste 3 ontmoetingen in Tilburg wist Heerenveen niet te winnen. De club kan dus een heet avondje verwachten. In 2012 ging dat als volgt. Vrije trap van Michidjan. Mee naar voren te gaan. Het is van Bokasson. Die zorgt voor de gelijkmaker. Mulder. Oh, wat een goal. Willem II komt voor de tweede keer op deze avond op een voorsprong. En ook deze mag er zijn. Nou, de volgende mogelijkheid dan. Joachim. Voor het eerst. Of snelheid. En dan is hij ook blijkbaar moeilijk tegen te houden. Joachim, hij beslist het. Tussen de benen door bij Nordveld. Is dit het slotakkoord van Willem II. Het wint met 3-1 van Heerenveen.